Goedemorgen, 424 punten. Azië deels in het rood en de Amerikaanse Centrale Bank komt opnieuw met waarschuwingen. Zo kun je ze wel zien. Dit is RTL Z Voorbeurs. Dit moet u weten voor de handel van start gaat. Wij praten met Jacob Schoenmaker in Amsterdam en aangeschoven er ook Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Heren, goedemorgen. Laten we eerst even de blik richten op cijfers waar Samsung mee kwam. Misschien wel beter berichten waar Samsung mee kwam. Jacob, want Samsung voorziet een uitdagend jaar, zoals het heet. Ja, het is weer terug, hè, uitdagend jaar. Ja. Ja, dat viel fors tegen, ook ten opzichte van de verwachtingen. De winst daalde met 40% maar liefst. Een stuk lager ook dan analisten vooraf hadden uitgerekend. Samsung heeft natuurlijk last ook van China, de situatie in China. Daar exporteren ze ook naartoe. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is natuurlijk erg afhankelijk van inderdaad mobieltjes, maar ook tv's. Overigens in testen, vergelijkingstesten, scoort Samsung ook de laatste tijd wat slechter. Nou, het zit dus Samsung erg tegen. Het aandeel ging 2,5% ongeveer onderuit in Azië. Dus duidelijk een winstwaarschuwing. Een slechtere tegenvallende resultaten vanuit Samsung. Koen, wat ook heel belangrijk daarbij is, is dat ze heel erg afhankelijk zijn, anders dan Apple, van de memory chips. Die maken ze zelf, dat is een belangrijke pijler onder hun winst. En als die verkopen tegenvallen, dan worden ze meteen geraakt in hun eigen memory chips. Dus het is een dubbele whammy, zo te zeggen. Ja, oké. Nu denk ik dat niet heel veel van onze kijkers direct in Samsung aandelen hebben. Maar wat zegt dit wat jou betreft, Koen, over het economisch beeld, over de sector, over de markt? Nou, je ziet dat al die smartphonebedrijven, elektronica-bedrijven toch moeite hebben om hun producten fris genoeg te houden om de vraag op peil te houden. En dat is misschien toch wel zorgelijk, dat je een verschuiving ziet in datgene wat de consument wilt. Of misschien gewoon een terughoudende consument. En dus kom je uiteindelijk bij ASML uit? Nou ja, kijk, dat is langer door de cyclus heen. Dat zou ik te kort door de bocht vinden. Oh, ja, maar we maken graag lange verhalen hier. Ik bedoel, is het niet zo dat uiteindelijk als die mobieltjesmarkt en die tabletmarkt gaat kraken, dat bedrijven als ASML daar een probleem mee krijgen? Nou ja, kijk, als die kraak heel erg lang duurt wel, maar dit soort bedrijven die memory chips maken, die investeren door de cyclus heen. En die willen natuurlijk toch uiteindelijk op die laatste technologie meedrijven voor de komende jaren. En dat er nu een paar kwartalen misschien even wat druk ligt op die cijfers, denk ik dat dat niet meteen effect heeft op ASML. Oké, over mobieltjesmarkt gesproken en beleggers. Jacob, de beleggers in de Verenigde Staten met name, die hadden niet zo heel veel trek in de berichten waar Apple mee is gekomen. Het aandeel staat zo'n 6,5% in het rood. Gisteren na een dagje handelen. En dat heeft ook te maken met de omzet en ook met de vooruitzicht. Ja, het ligt in het verlengde van het verhaal van Samsung, wat we net besproken. Ook China is ook een belangrijke markt voor Apple. Daar zit het tegen. Maar het is eigenlijk meer gewoon een verhaal dat een bedrijf op zijn piek zit. Want het was wel een recordomzet. Laten we dat niet vergeten van Apple. Maar voor het eerst in 10 jaar kondigde het bedrijf, verwacht het bedrijf, een afnemende omzet. En dat is natuurlijk eigenlijk vergelijkbaar met Boeing. Gisteren, Boeing sloot 9% lager op Wall Street. Liet ook een recordomzet zien. Maar ook die verwacht het uitdagende jaar. Dus het lijkt erop dat dat soort bedrijven op zijn piek zit, op zijn top. Nou ja, en beleggers houden helemaal niet van bedrijven die op een top zitten. Die willen groei zien. Ja, vandaar dus recordomzet, maar toch afstraffing op de beurs. Oké, nou wat meer vrolijkheid dan. Facebook kwam gisteravond naar beurs in Amerika en ook bij ons met cijfers. Koen, lekkere groei. In ieder geval van de omzet. Ja, absoluut. En het belangrijke in die groei is dat een paar jaar geleden zei men, Facebook heeft geen strategie voor mobiel. Nou, dat hebben ze volledig van tafel afgeveegd met deze cijfers. Want de grote groei komt uit mobiele advertising. En wat Facebook erbij zegt, we zien steeds meer gebruik van video's. Dat opent voor ons een totaal nieuwe markt. Eigenlijk zou je kunnen gaan zeggen dat Facebook steeds meer op het terrein van YouTube begint te komen. Mm-hmm. En daarmee ook filmpjes voor de adverteerders kan gaan aanbieden. Wat een hele belangrijke nieuwe bron en een snel groeiende bron van inkomsten is. En daar hebben we het, jawel, groei. Ja, oké, groei. Maar je moet ook centjes verdienen, toch, Jacob? Ja, nee, maar dit is dus een bedrijf wat niet op zijn top zit. En dat is het verschil. Het staat 12% hoger op dit moment na beurshandel. Het kwam ook na beurs met cijfers. 12% hoger maar liefst, omdat de winst met 52% toenam. Sorry, de omzet met 52%. De winst nam met 46% toe. Dus groei. En dat, daar houden beleggers van. Dus dat is het verhaal. Boeing, Apple, Samsung op een top. Facebook duidelijk nog niet. Als beleggers ergens niet van houden, dan is het renteverhogingen. In dat opzicht wordt het voor iedereen een uitdagend jaar. Want de Amerikaanse Centrale Bank, althans het rentecomité, kwam gisteren met berichten. Jacob. Ja, inderdaad. Die natuurlijke statements waren wel interessant.
Eigenlijk houdt de Fed het hoofd koel. Dat is toch wel de onderliggende toon. Dus die renteverhoging zit nog steeds in de kaarten, om het maar naar Nederlands te vertalen. Maar wat ik zelf interessant vond, we weten natuurlijk dat Janet Yellen gepromoveerd is op het onderwerp Nairu. En dat is de werkloosheidsniveau waarbij de inflatie begint toe te nemen of niet. Dus wanneer is die werkloosheid laag genoeg om te gaan verhogen, de rente te gaan verhogen. En die werkloosheid die is uitgekomen op 5%. En dat is onder dat niveau wat eerder de Fed aangaf van dit is kritiek. En wat doet dan de Fed? Gebruikelijk. Dan verlaagt ze gewoon even de standaard. Dus ze heeft dat niveau, dit Nairu-niveau, heeft ze verlaagd naar 4,9%. En daarmee, in mijn optiek, opent ze ook de mogelijkheid om nog ietsjes te wachten met het verder verhogen van de rente. Okay. Dus wat ze ook aangeven, een lichte afzwakking van de omstandigheden in de Verenigde Staten. En daarmee geven ze zichzelf een excuus om niet in maart al met een renteverhoging te komen. Maar laten wel heel duidelijk de deur open dat zodra die omstandigheden ook maar iets aantrekken, die renteverhoging er wel gewoon komt. Dus beleggers zijn opnieuw in die onzekerheid. Nou, het is niet onzekerheid, het is gewoon een clear-cut waarschuwing, toch? Het is niet een clear-cut waarschuwing in de zin van jongens, oké, we gaan dan de rente verhogen of we vinden de omstandigheden te slecht om het niet te doen. Ze hebben zich wat dat betreft niet uitgesproken, ze hebben de toon veranderd. En die toon geeft ruimte voor nieuwe speculatie of ze nou wel of niet gaan komen. Op de valutamarkt zag je ook wel die lezing, want de dollar die daalde. Het was eigenlijk een beetje raar, hè? Want de beurzen die daalden ook vervolgens. Dus dan denk je, hey, de kans op renteverhoging is toegenomen. Maar dat zit hem toch wel heel duidelijk in dat afzwakkingsverhaal waar de Fed mee kwam. Lagere groei in het vierde kwartaal. Nou, aandelen beleggers teleurgesteld. Maar omdat die renteverhoging waarschijnlijk misschien toch wel uitgesteld gaat worden, zag je de dollar ook dalen. Oké, tot slot. Zullen we ook nog even een paar dingen met je doornemen? Maar gezien de tijd wil ik me beperken tot één ding. We hebben het consumentensentiment in Europa, in de Verenigde Staten en orders duurzame goederen. Jacob, wat verwacht je daarvan vanmiddag? Gaat het om Amerika? Ja, het gaat over Amerika, of we die afzwakking in het vierde kwartaal ook terugzien waar de Fed het net over had. En waarschijnlijk wel, en dat is een hele reeks van cijfers, waarschijnlijk lagere groei in Amerika. Amerika lijkt op zijn top te zitten, net als Apple, net als Samsung. Heren, we laten het hierbij, dankjewel. 4:24, daar waren we gisteren gebleven om 9 uur openen met Jacob Schoenmaker de beurs. Graag tot zo.